vind het echt heel spannend. Echt. Story as usual weer bij ons. Ah, eindelijk even gewoon chill tijd. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en ik mag alsnog vroeg eruit, want ze gaan zo beginnen met de tuin. En ik hoor het al regenen buiten, dus ik baal, maar het ziet er ook wel licht zonnig uit nu. Het wordt echt heel spannend. Ik hoop zo dat het goed gaat en dat het snel gaat en dat er heel veel van die tuin gedaan is. Marcus en Neven komen zo, dus... Ja, ik kan alsnog niet uitslapen. Terwijl Marco zijn al echt net naar beneden gelopen. Maar ik lig nog even een paar minuutjes lekker warm onder die deken. Het is zo lekker warm hier. En ik wil ook mijn neus uit. Plus ik heb wat van die stijve spieren 's ochtends. Terwijl waarom weet ik niet. Dan vind ik het altijd lekker om even zeg maar een beetje los te bewegen in die warmte. En dan, ja, dan kom je er wat lekkerder uit. Dus een goede reden om nog heel even onder de deken te blijven. Ze zijn nu bezig met de tuin afdekken. Het is nu wel droog, maar er is nog heel veel regen. En zelfs kans op onweer voorspeld voor dadelijk. Maar dat zelf wordt nu opgehangen. En dan wordt het heel donker in huis. Maar ja, moet maar even, het moet gewoon allemaal gebeuren vandaag. Echt. Dat... He, ben je dan ook blij? En Sarah heeft ook geluk, want die heeft speel- en game dag. En eigenlijk vooral dat we niemand in de weg lopen daarmee, hè? Ja. Ja. Ik ben aan het gamen en ik ga nu een gevecht doen. Ja. Wil je rijstewafel voor me klaarmaken met pindakaas? Oh, dat lust je toch helemaal niet? Jawel. Oh, jawel. Nou, ga ik dat doen voor jou. De tijd vliegt. Elke keer als ik wil filmen, dan word ik weer geroepen voor eten of drinken. En Sarah en ik hebben de afspraak dat alles blijft liggen. Dat doen we eerst. En ze hebben nog wat nodig van het thuiscentrum. En dat zit vlakbij. Dus ik loop daar nu even heen. Dat is wel eens makkelijk. Dan kunnen zij gewoon door. En dan bel ik Marco even. Of ze alles hebben wat we willen. En hoeveel die nodig heeft. Dus dat moet lukken. En ze heeft echt best wel tegengezeten. Dus echt pas rond 2 dat ze zijn begonnen met de opbouwende fase. Echt. Story as usual weer bij ons. Orlando is net weggegaan. Pim en Peter-Jan zijn nog aan het helpen. En ik ga even eten halen. Want ik had het zo bedacht dat als we toch gewoon met z'n drieën zouden eten, zou koken. Maar dit kon ook naar morgen doorgeschoven worden. En als ze dan mee zouden eten, dan zou ik gewoon patatjes gaan halen. Weet je, gewoon even wat lekkers. En die jongens die blijven eten en die zijn nog aan het helpen. Dus ik ga lekker naar de snackbar rijden nu. En daar heb ik echt eigenlijk best wel heel erg trek in. Anders had ik bami gemaakt en dat vind ik ook lekker. Maar ik heb eigenlijk hier wel meer trek in, moet ik zeggen. Misschien ook omdat ik de afgelopen paar dagen heb geprobeerd wat minder te snoepen. Dat het hem ook is. En het valt me nu pas op hoe daglicht het is. Daarnet had ik dat ook. Maar net had ik echt het gevoel dat het heel erg schemerig al werd. Maar nu ben ik buiten en denk ik, nou, het is eigenlijk helemaal alles behalve schemerig nog. Maar dat komt echt door dat cel. Maar het heeft vandaag echt een paar keer goed geregend. Dus we waren heel blij dat het cel er hing. Want anders hadden we gewoon niks kunnen doen nu. Dan was het echt te nat geweest. En nu bleef dit echt droog. Dus dat is echt wel top. En, oh, ik kan hier niet meer op. Ik dacht dat hij nog open zou zijn. Dan gaan we het maar hier proberen. Als het over 2 weken ook zulk weer is, dan gaat dat ook weer zo. Want dan kunnen we de tuin ook gewoon gebruiken met Sarah's verjaardag. Dat hebben we al vaker gedaan. Het enige nadeel is dat het dan vrij donker is, dus dat je dan wel echt al je lichten aan moet zetten. Maar goed. Het is ideaal dat we het zo kunnen oplossen. Zo, wat is het druk hier.
Echt niet normaal. We hebben eten. Heel veel eten. Dit zal een cheeseburger zijn, denk ik. En dit ook. En wat hebben we hier? Heel veel patat. Wilt een cheeseburger? Pim en Peter Jan. Wilt een cheeseburger? Pim en Peter Jan. En dit is... denk ik kipnuggets. Heb ik het vermoeden. Maar ik krijg hem niet open. Oh nee, dit is geen... de saus. Zo, saus. En dan hebben we hier denk ik de kroketten dan en de... kijken. Ja. Oh, het lukt helemaal niet. Dit is de gewone frikandel, die is voor jou. De Javaanse. Dit is de kalfskroket. De kalfskroket. Peter Jan zat aan die kant, toch? Nee, daar zat Pim. Oh, hier zit Peter Jan. Zo. Niet te lekker. Ja, hè? Ja. Is ook allemaal heel lekker. En dan zouden dit mijn kipnuggets moeten zijn. Het lukt allemaal niet. Ja, en dan klopt de bestelling nog ook. Hoe vind je dat? Ik ben altijd bang met zo'n grote bestelling dat het niet klopt. Eet smakelijk. Eet smakelijk. En dit zijn onze helpers. Hartstikke lief. Nee, jullie bedankt voor het helpen. Daar zijn we veel blijer mee. Dat is veel liever. Oké. Nou, Felix, zijn jullie familie voor het, toch? Ah, eindelijk even gewoon chill tijd. Sarah ligt op bed. Marco is aan het douchen. Pim en Peter Jan, die zijn naar huis. En ik heb hoofdpijn. Dus ik zei al, ik ga even op de bank liggen. Dus Marco gaat zo even naar Marco. En dan ga ik gewoon heel even op de bank liggen en Modern Family kijken. Oeh. Ik was gisteren veel later dan Marco naar bed gaan, maar die had zoiets, die mag even vroeg opstaan als ik. Dus ik was echt veel te vroeg wakker vanochtend. Ik ben nog wel even in blijven liggen natuurlijk, dat hebben jullie net gezien. Zo stom, voor jullie is het dan echt een paar minuten geleden en voor mij is het echt een dag geleden voor mijn gevoel. Maar goed, ik was wel heel vroeg wakker daardoor. En nu echt hoofdpijn. En moe, dus ik ga gewoon even liggen. En dan hoop ik dat ik me zo weer even iets fitter voel. En dan even editen. En ze zijn er net wel begonnen met, zeg maar, je moet een soort raster maken voor dat vlonder erop van stenen. Dat ligt nu bijna helemaal. En dan kunnen dus morgen die latten erin. En het vlonder kan er dan als het goed is sowieso morgen in. En hopelijk ook al een stukje tegelen daarna. Ik kan echt niet wachten totdat het erin ligt. Het is echt fijn met sowieso dat vlonder. Want dan hebben we in ieder geval die ruimte dat het af is voor de verjaardag. En daarna letterlijk, die tegels zijn 50 bij 50 geloof ik. Of waren ze groter? Misschien zijn ze wel 60 bij 60. Volgens mij 60 bij 60. Dus ja, letterlijk elke rij die erin ligt is weer 60 centimeter erbij. Dus ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten tot het erin ligt. Ik was net een klein beetje in slaap gevallen. Maar daarna was wel mijn hoofdpijn weg. Dus dat is wel echt mega fijn. En toen dacht ik, ik ga editen, maar ik had echt geen zin. Dus ik heb mijn beelden ingeladen en ik weet niet, ik kon me er echt niet toe zetten. Dus ik heb mijn laptop weer uitgezet. Morgen weer een dag, ik vind het prima. Ik ben helemaal bij verder, dus het is alleen even het editen dan nog van een dag. En ik kom morgen wel, echt. Dus ik ga denk ik gewoon even lekker Modern Family kijken. En gewoon heel even relaxen. Oh. Al weet ik eigenlijk toch wel dat ik niet helemaal stil ga kunnen zitten. Maar goed, ik kan het in ieder geval proberen. En nu vind ik het tijd om naar bed te gaan. Ik doe altijd even alles weer rechtzetten. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!